Straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Ik wil zo ontwijken voordat ze mij zien. Er is een lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Mevsim lar geçti, kapanmayınca. Kendim bastım, geride bıraktığından az acıdı. İki kadeh biri boş, yınlanmış çığlıklar belli. Sen uzakta, ben sarhoş, gözlerinin rengi. Dilimin ucunda ama gelmiyor. I'll tell you when I'm done.
hold you high will never be the same. Acep ne iştir?
Karsu, je hebt net een prachtig miniconcert gegeven. Hoe was dat om dat in een volkomen lege doelen te doen? Bedankt. Het was bizar. Het was echt... Ik was heel zenuwachtig. Wat heel raar is, want er is niemand. Ik dacht op een gegeven moment bij mezelf... Is het mijn eigen habitat? Maar ook weer niet. Het was ontzettend raar. Ik moest mezelf wel even herpakken in het begin om het om erin te komen, zeg maar. Maar dat heb ik nu ook geleerd. Een concert in quarantaine. Ja. Je hebt het twee keer gedaan, want je mocht het overdoen. En de tweede keer ging je helemaal los. Hoe voelt dat dan? Is het dan een soort bevrijding? Ja, de eerste keer ging echt tot... Ja, dat weet ik niet of mensen dat weten, maar we hebben het twee keer gedaan. Ja, helemaal mis. Omdat ik was totaal... Het gebeurt hier. En de tweede keer was ik een stuk relaxter. Ik denk ook door de lieve woorden die u heeft gegeven. Want het komt goed, je hebt de tijd. Oké. Ja, maar het is heel raar. Maar gelukkig ging de tweede keer beter. Ja. En je hebt eerder in de doelen gestaan, toch? Ja, met een podium vol, een metropoolorkest. Een hele zaal uitverkocht. Dus... Dat is dan heel anders. En nu, wat ik wel merk, is dat... Wat een mooie akoestiek heeft deze zaal. Normaliter ben je met heel veel andere dingen bezig. Maar nu, als je daar zo binnenkomt, het is muisstil. Dan denk je wel, het klinkt echt prachtig. Ja. Jij stond op het punt om een hele grote tournee te maken. Vertel daar eens wat over. Ja, ik heb dus net in oktober hebben we vorig jaar... tournee gedaan van mijn nieuwe plaat Karsu in Nederland. Toen zijn we een maand lang in december in Turkije geweest. 26 shows daar gedaan. En wij zouden beginnen maart, april met een wereldtournee. Wij kregen begin
februari al brieven uit Japan en Zuid-Korea, waar we heen zouden gaan, van we hebben hier een virus waar we nog een beetje, ja, weet je, mee willen oppassen. En toen hadden we een virus. Ja, we gaan pas in juni naar Japan. Nou goed, uiteindelijk werd toen langzamerhand werden mijn concerten 2 weken van tevoren voor Marrakesh afgezegd. Londen werd afgezegd. Dacht ik, oké, april komt Amerika eraan, waar ik al heel lang naartoe werk, wat er bijna uitverkocht was. 2 shows in New York, Washington, in Canada. Ook natuurlijk allemaal afgezegd. Dus ja, het is bizar dat je naar iets zo lang hebt toegewerkt en ineens ben je thuis. Maar ik, ja, het gaat me heel goed af, omdat ik hou mezelf elke dag bezig. Hoe dan? Repeteer je veel? Of? Ja, ik speel veel piano. Ik heb nog totaal geen inspiratie. En ik dacht van, hè? Ik dacht, ik heb een plaat af binnen een week. Maar het is niet zo. En ik sprak mijn regisseur Leonie Jansen en die zei, weet je waarom? Omdat je altijd moet. Je bent altijd onderweg. En nu is het even een soort rem. Je hoeft even niks. En daar geniet ik ook van. Ik heb een tuin. Daar zit ik nog wel eens met de krant. Ik ben heel erg aan het koken geslagen. Wat ik altijd al deed. Maar elke dag probeer ik iets nieuws. Ik heb nu ook heel erg routine. Misschien is dat voor muzikanten nu wel heel herkenbaar. Je hebt nu een soort routine. Je kan eten op de tijden wanneer je wilt. Je kan je dag zelf inplannen. Maar het is ook heel stil. Hoe vind je het nou? Ik sprak van de week een bevriende muzikant en die zei, ik sta altijd aan. En ik sta nu niet aan. Ik ben in retraite. Ik hoef even niks. Het is eigenlijk best een interessante tijd voor mij. Zeker. Hij is nu aan het componeren wat hij nog niet eerder had gedaan. En ja, nou ja, dat is hetzelfde wat ik ook zei. Is dat ik hoef even niks. Behalve dan het koken en het huis opruimen. Ik heb echt per week stofzuig ik wel 5 keer nu. Dat ik denk, oh, een kattenhaar. Zit ik weer met dat ding erachter, weet je wel. Dus nee, het is, kijk, ik zit nu in mijn tweede, derde week ongeveer. Maar ik vraag me wel heel erg af van, als ik op de 2 maanden zit, of dat dan de muren op me af gaan komen. Maar ik had heel mooi een wat oudere dame op de televisie gehoord die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En die zei, het enige wat men hoeft te doen is thuis te zitten en een leuke film op te zetten. En ik dacht, ze heeft volkomen gelijk. Het is een beetje raar, het is een beetje gek, maar even thuis zitten, hoe erg kan het nou zijn? Waar kijk jij naar uit als het allemaal voorbij is? Ik ga uit eten. Ik ga uit eten, ik ga reizen. Wat ik al heel veel deed. Hè. Ik denk dat ik al zo'n 40 landen op heb gezien. Ik hou ontzettend van reizen. En vanuit eten. Dat vind ik. En het allerliefst is mijn ouders een knuffel geven. En mijn vriendinnen en mijn vrienden en mijn familie. Dus dat is voor mij echt het meest belangrijke. Ik denk dat heel veel mensen op het moment dat je je voordeur weer open doet. En je mag weer. Dat mensen zoveel bewuster gaan leven. Ik hoop het echt. Dank je wel voor dit gesprek. Nee, ik heb nog 1 vraag. Oké, ja. Dat ene lied, dat hartverscheurende lied, waar gaat dat over? Waar jij je handen ten hemel strekt. Dat heet Jemen Turkestu. Of Jemen gaat het. En dat was een tijd geleden in de oorlog daar. En het lied is geschreven, het werd eigenlijk gezongen door moeders die hun militaire vaarwel zeiden, hun zonen de militaire vaarwel zeiden. En dan zeggen ze, oh jee, Jemen. Dus ah, oh Jemen. Gidan gel mior. Degene die gaat, dus die in het front staan, die komen niet meer terug. En je hoort nu ook heel veel verpleegkundigen, artsen, schoonmakers, al die mensen aan de frontlinie. En het is, het zou niet een volkomen vergelijkbare situatie zijn. Maar het gaat wel over een groot conflict. Ja. Dus echt prachtig. Dank u wel. Dank je wel. Dank u.